of those titles. Wie gaat Max Verstappen van zijn derde wereldtitel houden? Jack, jij vliegt morgen naar Bahrein. Ja. Wat verwacht je daar? Deze vraag eerst maar even beantwoorden. Nee, wie gaat Max Verstappen van... Ja, dan weten we al dat antwoord. Okay. Nee, eigenlijk wist ik dat al. Ja, okay. Maar wat was je vraag, Helene? Sorry. Jij gaat morgen naar Bahrein. Ik ga er morgen heen, ja. Ja, of donderdag? Nee, ik ga morgen heen. Ja, woensdag mogen we niet het circuit op. Donderdag gaan ze voor het eerst rijden met de auto's. Ja. En wat is jouw verwachting daarvan? De verwachting is, maar het is moeilijk natuurlijk om dat te baseren op wat je nu gezien hebt in de pers en wat je van je collega's hebt gehoord. Maar Ferrari schijnt een klein stapje vooruit gemaakt te hebben. Wat ik heel prettig vind, want ik vind het mooi. Echt zo'n team wat erbij hoort. En Mercedes heeft een beetje zijn concept van vorig jaar wat mislukt is aangepast. Dus het zou zomaar kunnen dat we 6 auto's krijgen die voor de titel gaan vechten. Ja, ik zit hier te kijken naar de Mercedes. Ja. Bijna helemaal zwart. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Hebben ze daarvoor gekozen omdat ze hem dan geen verf op hoeven te doen? Ja. En om wat gewicht te besparen. Oh. Het heeft niks te maken met Black Lives Matter? Nee. Dat was voorheen. Nee, dat zeiden ze nu niet. Maar misschien komt dat nog, dat Lewis daar nog wat over gaat zeggen. Ze mogen niet meer tijdens een Formule 1-event voor een podiumceremonie mogen ze apart wel iets doen. Maar niet meer tijdens volksliederen enzovoort enzovoort. Ah. Maar Lewis heeft ook dat vond ik wel een mooi statement. Die heeft gezegd, niemand snoert mij de mond. Ja, vond ik wel een goede uitspraak. Prachtige auto. Zo, hè? Mooi, hè? Wow. Ik ben fan van Lewis. Ja, waarom precies, Helene? Ja, nou ja, ik heb dus Drive to Survive gekeken, die hele serie. Ik had niks met Formule 1. Ik dacht, ja, auto's, mannen... Rondjes rijden. Maar door Drive to Survive is het helemaal gaan leven. Ken je al die karakters, al die personages. De mannen erachter, nou, Christian Horner, weet je wat. Ja, Lewis Hamilton, die vond ik wel... Ja, die is zo apart. Dus ik werd daar... Maar waarin vind je hem apart? Nou, hij is niet een typische Formule 1-coureur op een of andere manier. Want het zijn allemaal van die knappe jongens met gezichten... die je zo door de midden kunt schenijden... en die dan precies hetzelfde zijn, de gulden snede. Hij is een soort mode-icoon. Hij heeft een hondje. Hij gaat op zo'n step. Ja, hij is echt wel een soort... dat is een leuke man. Hij is toch ook een knappe kerel? En hartstikke knap, maar ook een beetje gekkig. Weet je? Dat trekt me aan. Het is een paradijsvogel, vind ik, in de Formule 1. Dat vind ik leuk. Ja. En Max zit eigenlijk niet of amper in die serie... omdat hij die boycott, die vindt hij niet leuk. Hij vindt dat ze te veel dramatiseren en te veel storytelling. En het klopt niet allemaal. Geef niks, Max. Het is gewoon leuk. Het is lekker. Je wordt er blij van. En je gaat Formule 1 kijken. Dus ik vind... dat Max echt, alsjeblieft, kom in dat seizoen. Misschien word ik dan fan. Dan is hij heeft geluisterd naar je. Hij heeft het niet, toch? Aanstaande vrijdag. Gaat hij erin? Ja. Gaat hij in première. Het nieuwe seizoen.